zijn op Peter aan het innen. Ja? Oké. Hier is Brief in Moskou. Maar wat kon je dan doen? Je hebt een heel ring. Kon je dan even ja? Zet hem even op, pa. Pa? Daar zien ze ons mee. Die zien ze zenden met hem vangen. Daar zien ze ihre Wünsche, Vorschläge und Eindrücke mit. Wir werden stets bestrebt sein, sie nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Radio Zentrale Moskau, auf Wiedersehen. Ja. Pa, zet die koptelefoon even op, want hij doet het. Oh. Hoort hij niet. Nee, we houden ernstig met de mogelijkheid rekening dat jij het waarschijnlijk niet hoort. Had je een betere radio moeten ontwerpen? Zo moeilijk was dat vroeger om radio te... Ja, oké, maar wat stond er dan op? Die kregen allerlei radio's van de hele wereld, dat wel. Nee, maar wat staat erop? Wat kun je luisteren? Nou, muziek en de programma's aan de Radio Moskou, dat was een propaganda omroep. Weet je wel, dat was toen was nog een eeuwigdurende vriendschap tussen het Chinees en het Sovjetvolk. Toen leerde jouw oma Russisch in die tijd. Meter tussen de zo posten. Vaak gehoord dat ik dat versje van buiten ken. Ja. Je wilt steeds bestrebt zijn, zie naar mogelijkheid te berücksichtigen. Ik doe eventjes wat. Hoe hoger, hoe beter. Okay. En dan de waterleiding. Oh. Heel aan de kraan. Ja. Om net de bezig binnen, de PDP 8 ja. Nog mee zitten donderen. En ik ging in 84 in Afrika weer. Ik heb 12 jaar in Afrika in onderwijsprojecten geweerd. En toen nam ik Nou, gaan we even kijken of wat voor geluid er eruit komt. Tegenaan houden nu, even opnemen.